zijn. Wat er met Robert aan de hand was, dat wisten wij al vrij snel. Het begon met epilepsie. Het was een optreden in Aarschot, sprong naar omhoog en viel dan op een hele spectaculaire manier. Mensen begonnen te applaudisseren. Maar het was in werkelijkheid een epileptische aanval. Ja, wij schrokken natuurlijk. Eerst dachten we is hem uitgeleden, want hij bleef ook liggen. En je zat in paniek, je speelde even voort, maar al heel snel kwamen Jules en de Mark, onze roadies, Robert dan oprapen en van het podium halen en die slenterde weg. Hij zat daar dan een minuut of twee te shaken, dronk een glas water en ging terug het podium. Hij was toen al erg ziek en toch nog het karakter voor door te blijven gaan. Dan is hij onderzocht en dan bleek dat er iets aan de hand was. Dat was eerst een kiste aan de hersenschors. Dat werd dan wel hersenkanker. En als het ter hoogte van de hersenschors is, dan kan je er niks aan doen. Ja, was heel hard. Dus het was keistil in de auto. En ik denk dat er Bart toen heeft gezegd van, oh, weet je, het hoeft allemaal inderdaad niet. Dat is te zot. Ja, het sterven, dat is niet goed. Dus laat ons het hier opdoeken. En dat heeft eigenlijk geen zin. En het is toen Robert die gewoon heeft gezegd van, nee, als ik dan toch niet lang meer te leven heb, kan beter toch het beste van maken. Die jongen is gemaakt om popster te zijn. Robert wilde dat ook heel graag. En hij wilde zelf graag doorgaan. Dus dat was altijd in overleg met Robert en met zijn dokters. En vanaf toen hebben we eigenlijk altijd in het midden van het podium een witte lijn getrokken. Zodanig dat Robert wist van, ik ga nu een toeval krijgen. Dat hij wist, ik moet naar links of naar rechts, dat is de kortste weg. Hij ging dan echt van opzij zitten op een stoel. Het feit dat Robert een zonnebril draagt op Markt Rock Leuven is natuurlijk ook met zijn epilepsie te maken. Dus dat zat eigenlijk helemaal in de show, ook verweven. Robert was degene van ons die het meest genoot van zijn succes. Robert was ook de enige die het echt verschrikkelijk erg vond dat toen dan bleek dat we in Azië zo waren doorgebroken, dat we geen tour deden in Azië. Robert is echt op naar prijs gegaan naar Indonesië en heeft zich daar laten verwennen. En is daar ook onthaald als een koning en als een wauw, hij is hier eindelijk. Robert, magnifieke stem ook, hè. Fantastische zanger. Heel fijne jongen ook om mee te werken. Alleen maar goede herinneringen.